Vrijdag 9 maart wordt op het middelbare school KWC een schoolfeest georganiseerd. De opbrengst gaat naar het goede doel. Want het is heel gezellig en dansen met vriendinnen en zo. Ik ga niet naar het schoolfeest omdat ik een verjaardag heb. En dat is maar één keer per jaar. En dat is een goede vriend van me. Ik ga dan naar het schoolfeest omdat dat heel leuk is. Ik ga ook voor het goede doel en ook voor het schoolfeest. Voor het goede doel is altijd belangrijk en voor schoolfeest is altijd leuk. Ik vind het goed dat het geld naar het goede doel gaat, want die mensen hebben het echt nodig. Om in het organisatieteam voor het schoolfeest voor een goed doel mee te werken vind ik hartstikke leuk. Het is natuurlijk anders dan andere schoolfeesten. Er worden andere dingen georganiseerd en een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel dat tegen kanker strijdt. Dat vind ik hartstikke tof dat mensen daarvoor openstaan. Ik fiets mee voor de Alpe d'Huez omdat ik het een heel gaaf doel vind. De Alpe d'Huez zamelt geld in voor het KWF, het Kankerfonds. We hebben een groepje leerlingen op deze school die meedoen in een team. Culemborg Klopt heet dat. Om de Alpe d'Huez te gaan beklimmen. En zij gaan dat doen op 6 en 7 juni. Dat is al een hele prestatie. Maar daarnaast moeten ze ook nog eens zoveel mogelijk geld bij elkaar zien te krijgen voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Tot nu toe maken we al heel wat vordering. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen zodat we deze ziekte de wereld uit kunnen helpen. Want op dit moment hebben we gewoon nog te veel mensen dit en overlijden er nog te veel mensen aan. Dus nu willen we ze als school gaan helpen om ook dat geld bij elkaar te krijgen. De bergop fietsen moeten ze zelf doen, maar het geld daar kunnen we wel een beetje bij helpen. Het gaat niet om het imago van het KWC, maar het gaat er natuurlijk wel om dat we als school ook willen helpen om dit voor elkaar te krijgen.